Als we praten over dienstverlening, verbetering van dienstverlening naar de burgers, dan denk ik aan de communicatieunit die we hebben geopend. Daar kunnen de burgers terecht. Het domeinkantoor was bijna niet bereikbaar. De mensen kunnen dan via vaste nummers de communicatieunit bereiken. En er is ook een speciale appnummer waar ze dan hun klachten kunnen doen of aandacht kunnen vragen voor hun vraagstuk. Heel binnenkort gaan we onze website, ik denk komende week, zeker binnen 2 weken, gaan we onze website hosten. Met de bedoeling dat in de toekomst, heel binnenkort, dat mensen hun aanvragen online kunnen doen. En ook vanwege het feit, de tijd waarin we leven, de COVID-tijd, waar je niet zo makkelijk in contact, waar je niet in contact moet komen, zo min mogelijk in contact moet komen met anderen, kunnen de mensen vanuit, van huis uit hun zaken, hun grondzaken afhandelen. Weet u, de uitdaging is bijvoorbeeld, ik contact het ministerie en, om een beschikking af te handelen, moet je dan moet je de juiste informatie hebben. En je komt en je ziet dat er statistieken ontbreken, informatie ontbreken. En overal op het ministerie, op de gangen, heb je je sheet gozo naar beschikking voor sma, weet je, zaken, dus administratie de afgelopen 10, 15 jaren is niet goed bijgehouden. Dus het is een uitdaging om de achterstanden in te lopen. Het is een uitdaging voor zorgen dat alle de sma, alle de occupanten, de sma zijn occupanten, betekent niets anders dan you. Een bezet van pisgroen zijn en behoren wat rasma toe. Dus eigendom groen per de sma, gevestigd de schrijving. Dat nou een pis uitdaging per je moet zorgen. Lek minister voor accommoderen de sma dat hij. Zijn nu dit op een juiste groen, de dit op sma groen. Want een wet en verbied dat je nu maakt, gebouw als het op trasma groen. Dus een pis story voor occupatie, voor losse pis story dat op nou een uitdaging. Echt nou een uitdaging en we zijn nu bezig met een Sunny Point, per zeker ongeveer 150 gezinnen dit op eigendom grond voor sma per omspij, maar een bedrag voor 10 miljoen SRD en voor paar bedrag dat die ook aan Giresma de grondpapieren die kan libi in een vervolg in zekerheid. Elke burger heeft recht op een stuk grond, maar omdat zaken zo handmatig aan toe gingen, zaken, de administratie was niet wat het wezen moet. Hebben we dan een IT-bedrijf aangetrokken voor het optimalisatie van het stresssysteem. En het probleem waarmee we te kampen hebben, is dat het namelijk zo is. Dus momenteel werkt alleen de balie in het stresssysteem. Maar voor de rest werken alle andere afdelingen handmatig. En dat met alle gevolgen van die vertraging in het gronduitgifteproces en zaken. Dus als je handmatig werkt, dan kan je niet zoveel dingen afhandelen binnen korte tijd. Dus om die achterstanden in te lopen, want er zijn heel wat lopende aanvragen, hebben we gezegd dat we dan alle afdelingen zover moeten krijgen om in het GRIS-systeem te werken. En we zijn bezig met een werkgroep binnen het domeinkantoor die samen met het IT-bedrijf kijken hoe ze zaken heel snel kunnen finaliseren, zodat alle afdelingen in het proces werken. Daarmee willen we dan de achterstanden inlopen. En als we praten over verkorte procedure binnen het gronduitgifte beleid, dan hebben we als ministerie met mijn directie en alle deskundigen gezegd van we moeten grondinspectie versterken. En hoe hebben we dat gedaan? Middels training. We hebben heel goede samenwerking met het MIGLIS en we hebben een aantal trainingen achter de rug. Dus we willen de grondinspecteurs versterken, begeleiden middels trainingen. En zo ook hebben we gezegd, de landmeetkundige afdeling moet dan
samen een goede samenwerking, samen optrekken met de grondinspecteurs, zodat we meer zaken kunnen afhandelen, goede, betere kwaliteit, betere grondinspectierapporten kunnen produceren, zodat we ervan verzekerd zijn dat wat we uitgeven, dat het goed is om dan zo ook de dubbele uitgifte te voorkomen. Als we een goede administratie op nahouden, dan gaan we dan zo ook minder fouten maken. Zo hebben we dan een listing gemaakt van de meest voorkomende fouten in de beschikkingen die teruggestuurd worden vanuit MIGLIS. En toen hebben we dan een listing gemaakt van de meest voorkomende fouten. En er is een soort format, een format grondbeschikkingen om te voorkomen dat de mensen die typen minder fouten, dus dat ze dan in die bestaande format werken om zodoende minder fouten te maken. Ook voor de grondinspectierapporten is er een speciale format voorbereid, zodat we identieke, de standaard rapporten krijgen en rapporten met een betere kwaliteit. Dus er is een heel goede samenwerking met onze landmeetkundige afdelingen. En de landmeetkundige afdelingen, de medewerkers daar, zullen dan samen met de grondinspecteurs het veld ingaan om dan meer rapporten, meer veldonderzoekingen te doen. Dus daarmee hebben we getracht om dan een grondinspectie, want de wet, decreet gronduitgifte, een domeingronden zegt en vereist dat doorslaggevend bij een bezetting is een grondinspectie, een goede grondinspectierapport. Natuurlijk heb je dan voor goed bestuur heb je dan een DC-advies nodig, want de DC kan dan planningen of plannen hebben voor zijn of haar district. Dus dan moet jouw gronduitgiftebeleid moet ook afgestemd zijn met het beleid van de DC, de burgervader of burgermoeder van het district. Dus dat zijn de zaken die we hebben ingevoerd om zodoende het werk een beetje te vergemakkelijken voor de ambtenaren en de deskundigen van het ministerie. Er is ook een voorstel, we hebben drie juristen beschikbaar gesteld, aangewezen voor grondinspectie. Dan, nadat dat rapport is opgemaakt, moet dan een jurist dat rapport screenen. Dan pas wordt het dan voorzien van een handtekening van hoofdgrondinspectie. Dus we hebben deskundigen dan aangewezen, aangesteld om dan de rapporten van de grondinspecteurs te beoordelen. En met deze zaken willen we dan het proces, zodra we dan de verkorte procedure inbouwen in het systeem, dan kunnen we dan binnen heel korte tijd, dan kunnen we meer beschikkingen afhandelen voor de burgers.